Handhaving! Oh my god! Oh, oh, draai om! Oh, draai om! Kom rijden! Ik heb geen DB-killer bij! Oh. Zo zacht mogelijk rijden! Oh my god! Oh, hij pakt hem! Oh, kijk dan! Handhaving! Ah, hij geeft het strand op! Oh nee, hij gaat naar ons toe! Ah, ik heb hem! Schuilen! Ja, daar rijdt hij! Smallsoep en welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we gewoon bij Monster Jam in Gelredome. Holy shit, dit is 1 keer in de 10 jaar of zo. Dus we gaan naar binnen. Ik ben echt benieuwd. Let's go. Kijk even deze merchandise van Monster Jam. Dat is toch echt wel super dik. Eigenlijk wil ik wel zo'n t-shirt aan hebben van Monster Jam. Jij? Monster Dad is ook aan het vloggen, by the way. Super lachen. Ik heb nog nooit iemand zien vloggen met een GoPro. Maar dat was mijn eerste vlogmoment ook, met een GoPro. Het zou veel makkelijker, mensen van Monster Jam. Volg Monster Dad. We kunnen links om en rechts. Maar toch, Monster merchandise is veel beter. Monster.nl voor dikke merchandise. Was Grave Digger komt er nu aan. Dat is de dikste Monster Jam die er is. Holy shit. Daar is Grave Digger, zoals jullie zien. Dat is Grave Digger. Motoren, dus niks vergeleken met mijn brommer. Ja. Maar we mogen blijkbaar niet met de fotocamera filmen. Wel met je telefoon, maar niet met deze vlogcamera. Heel raar, we werden net al weggestuurd. We gaan even een nieuw plekje kiezen om even ziek te filmen. Dat moment wanneer je wel eens in de bouw hebt gewerkt en je ziet dikke shovels en graafmachines waar je net zo vet vindt haast als een Monster Jam. Daar die shovels en alles met meerdere assen erin. Dat is wat ik ook weer ziek vind. Oh, dikke 2-takt, 4-takt. Oh, super dik. Kijk, daar rijden de crossmotoren en die gaan dikke jumps maken. Kijk, 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 let op. Oh, yo, gek. Oh, oh. Kijk dan, hier komen ze. Zo, wat dik. Dat is zo dik, jongens, niet normaal. Zo, hé. Mooi, joh. Ik die al bang ben als ik een kleine drempel overheen ga, snikt. Oh, Monster Gang, hier komt de volgende junt aan. Een rode crossmotor. Met een backflip. Oh, shit. Kijk als je zo kijkt wat een publiek hier ook allemaal zit. Hoeveel mensen denken jullie dat hier in totaal zitten? Nu gaan ze met alle crossmotoren in één keer van de schans op. Dan gaan ze allemaal achter elkaar. Let op, hè. Oh, hier komt het. Hier komt het. Zo, hé. Mooi. Zo, hé. Onze game, we zijn momenteel in de VIP-room en we horen hier helemaal niet zijn. Maar het is wel een ziek uitzicht. We lopen hier van de launch naar buiten en dan kijk je hier zo. Zo, hé. Kijk hoe dik dit eruit ziet, hè. Ik moet echt een counter bijhouden van hoe dik het vaak zijn. Hoe dik en lijp het dan is in de video's. Niet normaal. Maar ik weet niet, zit jij liever beneden op die benedenste rij of hier boven? Ja, ik sta liever op het veld. Ja, liever op het veld, bro. Gewoon op zo'n schans. Thank you.
jongens, de laatste was dus Grave Digger. Alleen helaas was die al best wel snel op de kop. Maar dit was zo dik. Wat vond jij? Like. Wauw, Monster Gang. De Monster Jam zat er nu gewoon officieel op. Welke? Ik vond die ene, die stier, vond ik wel het lijntje. Ja, die vond ik wel gaaf. Grave Digger, ik ben gewoon fan van Grave Digger. Het was zo dik. We gaan nu even naar huis en kijken wat we voor de rest... Ik ben helemaal opgefokt. Ik wil brommen rijden, ik wil wheelies doen. Oh, V8 geluid, dat is niet normaal bruut, jongens. Zijn jullie nou zelf ook wel eens een keer naar Monster Jam geweest of Monster Concert? Laat dan even achter in de comments, want ik vond dit zo dik. Niet normaal. We gaan nu even naar huis, naar de Monster Truck. Dus let's go. Politie. Het is altijd weer eng, een beetje politie. Ik krijg er weer kriebels van. Maar wij gaan even richting huis. We gaan richting de Monster Truck toe. En dan hopen dat we niet worden aangehouden. Dit betekent dat het enorm koud is hier in Nederland. Het is, zoals jullie ook weten, het is zo koud de laatste tijd in Nederland. Gewoon uit het niets van de zomer. Woes, ineens naar de winter. Niet normaal. Ik ga de kerstboom opzetten. Zullen we de kerstboom opzetten? Ja, leuk. Nou, dit was dan Monster Jam. Holy shit, we hebben de vlag ook op. Kijk, Monster Dad altijd, als hij in zijn Raptor wil rijden, dan wil hij altijd de vlag natuurlijk op. Dat hoort er ook al bij. Maar eigenlijk, ik kom toch een partij tot een ziek idee. Want als wij rijden zo, dan zie je deze dikke vlag achterop. Maar hoe lijp is het als we een Monster Tube vlag hier achterop gaan doen? Dan weet ik eigenlijk niet of Monster Dad dat wil, want het is zijn auto natuurlijk, dus ik ga het vragen. Monster Dad, wil jij een Monster Tube vlag achter of wil jij... Die heb ik niet bij me. Heb je die dan? Nee, ja, die heb... Monster Tube vlag heb ik niet bij me. Sinds wanneer heb jij een Monster Tube vlag? Ik ben de grootste fan, hallo, ik heb Monster Tube vlag. Wat denk jij? Tuurlijk, ja. Monster Gang, wij zijn momenteel thuis aangekomen. Ik heb mijn Monster Jam patch nog steeds op, super dik. Maar wat wij nu gaan doen is eigenlijk wel super dik. Wij gaan namelijk een kerstboom in huis zetten. Zoals jullie hier zien, hebben wij een kapotje. Veel kerstbomen. En ja, eigenlijk mijn vader verkoopt deze kerstbomen. Dus willen jullie nou ook een kerstboom hebben? Ik kom dan hier naar Fleurentuin, die klim in Malden. En dan heb je een kerstboom. Ja, onleuk. Ja, superleuk. Als je kerstboom wil. Maar ja, dat is dus het ding. Ik ga dus een leuke kerstboom uitzoeken. En dan gaan we dus een kerstboom in huis zetten. Gaan we hem keileuk versieren. Het zijn allemaal echte bomen hier. En we gaan natuurlijk juist de grootste eruit pakken. Allemaal helemaal clean uit Oostenrijk. Dus super vers allemaal. Alsof je al niet genoeg bomen in je leven hebt gezien. That's what she said. Nee, maar we gaan even een goede eruit kiezen. Let's go. Oké, ik ga jullie echt, ik meen het je, de een van de engste zolders ooit van Nederland laten zien. Dat is niet normaal, dat is gewoon in mijn huid. Ik vind het echt een enge zolder. Check even hoe eng dit eruit ziet. Oh my god. Dit kun je gewoon echt als een Conjuring video. Allemaal spinnenweb hier. Er zijn mensen gestorven, kinderen doodgegaan. Nee, dat is trouwens niet waar, maar ik maak dat weer veel te eng. Ik denk altijd aan The Ring en alles. Echt mijn nachtmerrie, The Ring. En dan gaat het zo aan. Oh mijn god. Tjus. En zoals jullie zien, de kerstboom staat nu eindelijk helemaal opgetuigd. Ik vind hem best wel kinky staan, jullie niet? Ik heb één kerstbal erin gedaan en toen heb ik al weer opgegeven. Toen ben ik bezig gamen met de boys. Dus mijn moeder heeft gegaan, dik zou naar mijn mama. Nou, nu die Jostie van de kerstboom eindelijk staat, gaan wij nu naar een brommer meeting toe. Nou, er is een kuik eentje en het is zo tervens koud. Dat is niet normaal. Het is letterlijk 0 graden vandaag. Nu gewoon, het is very moment. Maar oh my god, het is zo koud. Ik ben eigenlijk nog nooit met de zip naar meeting geweest. Eigenlijk altijd gewoon met de schakelbrommer. Dus daarom ga ik nu eigenlijk een keertje met de zip. Gewoon, ja. Ik vind dat zip ook wel eigenlijk lekkerder rijden. Want het is lekker ontspannen. Hoef je van alleen gas te geven. Maar ik moet dit schatje wel even weer gaan tanken. Met geen 2-takt mengsel erdoorheen. Nou, wij gaan dus nu naar de meeting toe. Dus ik ga overschakelen naar de GoPro. Let's go. Zo in Monster Gang. En we zijn weer aan het rijden. En een 4-takt geluidje met een turbo kit. Heerlijk. Voelt weer als geluid. Muziek in de oren. Het is zo tervens koud. Als je geen handschoenen hebt, in de winter, tijdens brommerrijden, ook voor de mensen die willen gaan brommerrijden of fietsen of iets. Laat ik het zo zeggen, mijn schooltijd naar de middelbare school heb ik nooit handschoenen gedragen. Altijd kou geleden met mijn handen. Ik was daar echt te lui voor om dat te pakken. Wow! Het is echt te makkelijk om met dit ding een wheelie te doen. Maar hey, we gaan nu richting de meeting toe. Ik heb ook de drone mee in de buddy. Maar eerst moeten wij gaan tanken. Ik heb een best wel een goede trick. Ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, als je een wheelie doet... Dat het lampje op geel gaat. Maar ja, dat is logisch. Als je wheelie doet, gaat al het benzine naar 8. Maar als hij vol is, doet hij dan nog niet zo snel. Dus vandaar weet ik dat hij wel een beetje nader het einde is. Hopsakee. Auw. Auw, mijn hoofd. Oh, het is zo koud. Oh. Hey, tunnelreef. Ho, ho, ho. Tunnelreef. Tunnelreef.
Zijn jullie allemaal geabonneerd? Ja! Ja? Lekker man! Oké, jongens, we hebben vuurwerk bij. Ik ga er snel uit. Ik weet niet wat voor vuurwerk ze bij hebben, maar het zal vast wel donder hier. Oh jee. Zo hé! Nou, dan gaan we hier even lekker tankie. Oh, dikke caddy hier. Zo! Dikke kwad! Jij moet ook E5 hebben, of niet? Ja. Kun je wielen met dat ding? Laat ik het zo zeggen, kwad was echt mijn eerste droomding. Nou, onze gang, dan gaan we even E5 tanken. Geen E10. Ik heb één keertje ooit in de video E10 getankt. En gelukkig de strijders in de chat zeiden gelijk van... Je hebt je hele blok verneukt, je hebt E10 erin gegooid. Even afschudden. Zo. Wij hebben in totaal, wat denken jullie, drumbell, 4 liter getankt. Dus we daar zien, 4 liter. Ik vraag me echt af, wat als je diesel in een brommer zou doen? Wat zou er gebeuren? Weet iemand dat in de comments, of heeft iemand dat ooit per ongeluk gedaan? Tuurlijk, vast wel. Gaat dan gelijk je hele blok kapot, of een keertje uitproberen? Oh fuck, rood lichtje uit. Panda. Oh, ik heb een rood lichtje aan. Oeh. Rood lichtje weer aan. Zo, nu is hij weer aan. Bro, ik heb niet eens een damper in mijn uitlaat. Oi, oi, oi. Hey, ik boek hem echt niet naar links hoor, als die handhaving weer terugkomt. Continu achterom kijken. Oi, 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 oi. Zo, die twee takken snel, gaf. Ik dus stiekem heel blij ben dat ik een stukje harder ga als de rest. 80 cc eronder. Nou, de hele meeting is weer bij de McDonald's. Waar anders? Nou, nu gaan we hem ook starten. Groot lichtje. Zo. Heerlijk met open uitlaat rijden. We zijn de Wouten. Oeh, Wouten. Zijn naar Wouten. Ja, handen. Oh, gezellig. Bro, ik heb niet eens een DB-killer bij. Ik heb gewoon een al straight pipe. Ik heb zo'n duf geluid, jongens. Dat is niet normaal. Zo is het dus niet eng. We gaan nu met een hele groep erheen. Dus dan is het niet zo eng. Hé, hey, dit is politie. Handhaving. Oh my god. Oh my god. Oh. Kentekens, kijk. Kentekens, ja. Kentekens. Oh, draai op. Oh, draai op. Kom, Brian! Oh, mijn geluid! Ik heb geen DB-killer! Huh? Ik heb geen DB-killer bij! Zo zacht mogelijk rijden! Oh my god! Ze gaan ons afsnijden, hè? Ik heb mijn rode lichtje al uit! Oh, hij pakt hem! Oh, kijk dan! Nee joh! Zo'n dikke achtervolging, gek! Nee joh! Oh joh, hij is de lul, jongen! Zo, die rijdt hard! Oh nee! Oh, hij boekt hem daar! Oh! Nee joh, gek! Achtervolging! Zo hé! Oh, ze zijn hier ingegaan! Oh, hij rijdt daar! Handhaving! Ah, hij rijdt het strand op! Oh, hij heeft hem niet te pakken! Oh nee, oh nee! Hij gaat er rond toe! Ik heb hem! Ik heb hem! Oh, schuilen! Kom op, schuilen! Schuilen, schuilen, schuilen! Doe uit! Hij rijdt daar! Die handhaving gaat daar sowieso rijden, ik weet zeker! Hij komt daar sowieso! 100.000%! Ik ben de lul! Ja, daar rijdt hij! Daar rijdt hij!
Zo, die staat jagen gek. Nee, maar hij is gewoon langs gereden. Hij staat jagen gek. Oh my god. Kijk dan hoe hard die rijdt. Maar ik ga terug naar de boys. Volgens mij rijd ik nu echt naar mijn bok locatie toe. Here we go, met het rode lichtje aan. Oh, die scooter achtervolging, gek. Ik weet niet eens wie dat was. Oh fuck. Daar is toch geen handhaving, hè? We zitten in de cover. We zouden eigenlijk allemaal hier naar industrie toe gaan. Maar dat is niet. Iedereen is hem geboekt hier. Oh, jammer dit. Nou, dan zit ik weer lekker alleen. Oh nee. Oh nee. Is preinkil. Is prank. Oh, daar komt de hele gangbang aan. Zuuu. Oh, let's get it. Hey, maatjes. Holy shit, gast. Bro, ik zat goed verstopt, jongen. Ja, hij deed naar links. Deze man had badslippers aan. Met min 1 graden. Zij heeft sowieso 80 cc. Ja. Ja, ik ga naar huis, man. Laat de boys. Even nog een keertje een dikke soundtest, want hij is lekker warm nog. Holy shit, ouwe. Hoor jij nog niet bij de Monster Gang? Abonneer dan zeker om bij de Monster Gang te horen. Zou ik super erg waarderen. Dit was dan weer het einde van deze video. Laat zeker even een like achter. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.